dat heb ik natuurlijk ook gehad. Je bent boos op God, je bent verdrietig. Alle emoties die je maar kan hebben, die heb je tegelijkertijd. Maar op een gegeven moment komt daar toch wel een weg in waarin het voor je, waar je het een plekje kan geven. En van daaruit kan je weer dingen gaan doen. En als je dan met andere mensen bezig bent en andere mensen ontmoet, dan helpt dat natuurlijk wel mee om het verdriet draaglijk te maken.